PvdA-kamerlid Thijssen keek met veel zorgen naar de beelden van de overstromingen in Limburg. Hij vindt het belangrijk dat de gedupeerden tijdig en op een goede manier worden gecompenseerd. Ik denk dat het heel goed is van de regering dat ze hebben gezegd dat dit een rampgebied is en dat er dus ook een rampenfonds voor komt. Ik denk alleen wel dat dit kabinet best wel slecht is om dit soort dingen dan ook netjes te regelen. Dus het herstellen van de huizen in Groningen, de kindertoeslagaffaire en daar die mensen geld teruggeven. Dus ik roep het kabinet wel echt op, zorg nou dat die mensen ontzorgd worden. Dat ze zich bezig kunnen houden met het herstel van hun huis en emotioneel dit te boven komen. En niet dat ze zich ook nog zorgen moeten maken of dat nou de verzekering of het rampenfonds gaat betalen. Dat is één. Tweede is, ik denk dat er een evaluatie moet komen van hoe hebben nou alle maatregelen gewerkt, waar moet het nog verbeteren. En dat we dan doorgaan met werken aan waar het water heen kan bij dit soort extreem weer. En ik denk een derde ding, dat iedereen is kristalhelder dat dit steeds erger wordt door klimaatverandering. Ik vind dat onze premier Rutte daar veel te weifelend over doet. Anders dan bijvoorbeeld bondskanselier Merkel en de premier in België. Dus ik ga daar ook echt de regering wel op bevragen. Zeg nou gewoon, dit is klimaatverandering. Dit is waarom we Nederland gaan vergroenen. En dan kunnen we zorgen dat dit soort extreme zaken niet nog veel vaker voor gaan komen. Thijssen is van mening dat de eerder genomen maatregelen op sommige plaatsen goed hebben gewerkt. Al zijn er volgens hem wel nieuwe maatregelen nodig. Nou, volgens mij zijn er heel veel maatregelen genomen. Want er zijn die natuurlijk 20 jaar of 25 jaar geleden ook, is er ook overlast geweest. En toen is er een heel project gekomen van hoe moeten we nou omgaan met de stijgende zeespiegel, maar ook met meer waterafvoer door de rivieren. En er is een heel programma voor opgezet, er is ook een deltacommissaris voor. En volgens mij zie je dus ook dat dat deels echt wel goed gewerkt heeft. Maar goed, je ziet ook dat het dus blijkbaar nog extremer kan. En dat we dus echt heel goed moeten kijken waar moeten we nog meer maatregelen nemen om ook dit soort hoosbuien aan te kunnen. Andreas Polen van Partij Kijk uit de Meersense gemeenteraad, die ook aanwezig was bij het bezoek van het Kamerlid, vindt dat er grondig moet worden geëvalueerd. Ja, in eerste instantie is natuurlijk de gemeente zelf die nu ook dag en nacht gewerkt hebben hier om dit in goede banen te leiden. En ik denk de volgende stap zou moeten zijn analyseren wat beter kan en ook hoe gaan we om met het water. Het is denk ik een opeenstapeling van factoren geweest nu, heftige regenval. En dan hebben wij natuurlijk hier specifieke situatie met Kanaal, Geul en Maas. Maar ook daar moet je evalueren hoe dat misschien in de toekomst anders kan of beter kan. Er kwam vanuit de slachtoffers kritiek op de crisisaanpak van de gemeente. Polen begrijpt de commotie. Ik begrijp het. Ik begrijp de emoties. Dus heel duidelijk. Dus aan de andere kant zie ik ook dat in het gemeentehuis is zo'n beetje dag en nacht gewerkt om dat wat er gebeurd is te regelen. Dat was niet niks wat er gebeurd is. Dus ik begrijp de emoties nu als je schade hebt gehad en alles. En dat is wel een punt van aandacht. We moeten kijken, we moeten het evalueren. In ieder geval de gemeente samen met de instanties. Dus ik begrijp het, maar ik denk dat er ook heel veel wel goed gebeurd is. En dus de schade is grotendeels beperkt gebleven door het handelen van de gemeente. Dus ik ben daar wat dubbel in, maar ik begrijp de emoties van de mensen die echt schade hebben en bang zijn geweest. En dus dat wil ik niet wegstoppen, absoluut niet.